Hey mensen, Mark hier met vandaag en weer een nieuwe video. Uh, en, en twee heel belangrijke verzoeken voor jullie. Uh, waar ik jullie dat werk we nodig heb. Eentje is een beetje omdat het gaat om hoe politiek correct iets wel of niet moet zijn. Maar allereerst, uh, een duimpje omhoog op deze video zou heel erg helpen. Uh, vergeet vooral niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat was ding 1. Ding 2 is. Vanwege um, League natuurlijk. Hè? Kijk, het ding is met Weekend League heb je natuurlijk uh, elke, elke week die play-offs, weet je wel. Uh, je hebt niet meer de Gold Cups zoals vroeger, maar je hebt playoffs. En een x aantal jaar geleden, de, in FIFA 16, deed Rao een soort serie met. Basically teams, teams namaken van landen waarmee je zijn naam kon nemen. Bijvoorbeeld Roemenië en zo. Uh, basically dat concept, weet je wel. Proberen zijn naam voor een land te zetten en als het dan werkte, dan deed hij daar een team mee. Ik vroeg op een gegeven moment van: Yo, mag ik dit ook doen? Want mijn naam werkt natuurlijk met andere landen beter. Dus dat deed ik op een gegeven moment. En ik had op een gegeven moment een video genaamd. Ik weet niet of je die nog kent. Maar ik zal hem linken in de beschrijving. Net, uh, ik, had, ik, ik had een Marokko team gemaakt, dat noemde ik Mark Rocco, weet je wel, want dat werkte qua naam in mijn ogen. En ik dacht, dat wilde ik nu weer doen, maar ik dacht, you know, het is nu wel 2022. Ik weet niet of mensen moeilijk gaan doen of zo. Als ik een Marokkaans team namaak, puur voor een gimmick in FIFA, en dan gewoon WikiLeague kwalificatie hebben, om te kijken hoe goed dat team is. Ik weet niet of dat een ding is. Ik ga ervan uit dat het prima is. Maar ik heb zoiets van. Laten we het toch even checken. Voor alle zekerheid. Nou, wat we ook zeker weten moeten doen. Uh, is natuurlijk de Madwagon SBC. Hij is er nog op het moment dat jullie deze video zien. Hopelijk. Hopelijk zie je deze op tijd. De reden dat ik hem simpelweg doe is. Mensen zeiden tijdens mijn stream inderdaad. Van hij kost zo idioot weinig. En er is een zeer grote kans dat hij een plus 3 krijgt. Dat zoiets is van. Yo, tegen de tijd. Kijk, misschien is hij alleen maar fodder voor je. Maar. Tegen de tijd dat het met de season komt, heb je dan over een 90 graded kaart die gewoon easy fodder is. Ja, weet je, waarom niet? Ik bedoel, de kaarten die ik inlever zijn me toch precies niks waard. En Maat ja, is ook leuk voor de PSV-fans natuurlijk. Nu al helemaal met Van Nistelrooy. En god, wat hoop ik dat die vent het goed doet. In Europa. Uh, of in de competitie, maakt me niet uit. Maar ik denk niet dat hij in de competitie beter gaat doen dan Ajax. Maar dit is gewoon een prima kaart om te hebben. Het enige nadeel, wat ik ook al zei toen hij uitkwam, is gewoon normaal, normaal werktempo. Is het enige nadeel. Maar het is natuurlijk wel, hij heeft geen gamefest, denk ik. Dat is een van de problemen misschien. Eh, uh, jawel toch? Ik wacht. Kan hij omdraaien? Sivel <laughs> Ja, hij heeft gameface. Oké, okay, cool. Dan uh, gewoon goede kaarten te hebben, natuurlijk. 87% van het weken. Ga hem wel ons zo gebruiken. Dat absoluut. Dan ook nog Rivals Awards. Uh, gegrind om weer in, uh, in Elite te zitten. Zodat je die player picks en zo hebt in iets betere packs. En het ding wat ik het meeste aanraad met Rivals. En ik weet niet of jullie ook niks van de Fut Market kijken. Maar wat ik nu ga zeggen: sluit daar wel enigszins bij aan. Wat ik gewoon heel erg doe in Rivals, wat zeker. Doet Oké okay is vanwege die checkpoints. Is op het moment dat. Uh, dat, dat, dat ik gewoon heel snel merk van. Oké, okay, deze speelstijl bevalt me niet. Hoe mijn tegenstander gaat doen. Als mijn tegenstander alleen maar langs de zijlijn gaat rennen. en voor cutbacks gaat. of alleen maar over de top vroeiball spamt. ben ik zeer waarschijnlijk weg. You know? Daar gaan we heel eerlijk in zijn. Dus. voor mij is het zoiets van. dit jaar waarschijnlijk. Ik speel al minder dan eerdere jaren. En dat is oké, okay, want. You know, je hoeft minder te spelen om evenveel rewards te halen. als eerdere jaren. Maar het is ook zoiets van, joh. Verliezen boeit niet. Like, het boeide al niet in eerdere jaren eigenlijk. En nu al nog minder. Dus voor mij is Rivals gewoon nog te doen. Omdat als iets me niet bevalt. dan kan ik gewoon gelijk lieven. Uh, ik snap dat dat minder makkelijk is als je de content maakt zoals Nick die soms doet. Dat je speciale teams uitprobeert. daar mensen gaan je stream snipen. zelf gameplay. Laat staan dat mensen gaan stream snipen. Dus dat probleem heb ik niet. Maar op die manier hou ik Rivals gewoon, gewoon te doen. Weet je wel. Gewoon een kwestie van. Uh, als iemand speelt als een gigantische asshole. Ben ik er gewoon gelijk vandoor. Dan uh, hebben deze optie met 40k. Simpelweg omdat... Het mm, zijn kan je packen nu. Alleen is dat dan niet echt... Het zijn niet de meest interessante kaarten in mijn ogen. Nou is er niks mis met die promo natuurlijk. En het zou lijp zijn om bijvoorbeeld... Weet ik veel wat mijn opties zijn Den Bele te packen. Ik noem maar wat. Maar... Realistisch gaat het natuurlijk niet gebeuren. Nou dit is mijn rivals uh, natuurlijk. Dus dit is... Ja. <laughs> ja. Het maakt niet uit ook deze. Uh, voordat ik het vergeten trouwens. Ik vergat het al bij mijn... Vorige video is je hebt ook nog die 86 plus fut Champs upgrade die je altijd hebt. Wat je eigenlijk nooit moet doen. Maar het is meer zoiets van: de meeste Reds die je daarvoor inlevert, ga je toch nooit gebruiken voor een andere SPC. Het is altijd 84 of lager wat ik inlever. Dus deze pakken we ook gewoon mee. Je hoopt natuurlijk altijd op een BAPE, De realistische verwachting is dat je eigenlijk gewoon een 88 krijgt op zijn best. Dus doen we eerst die 86 plus FUD Champs pick. Ja, twee 86 en een 87. Koen Kasteels dan maar. Uh, en twee campaign playerbacks. Oh, deze is wel cool eigenlijk. Deze wilde ik heel graag. Dat zei ik toen nog. Van. Uh, samen met Martinelli is hij een van de weinigen die ik wil. Dat is wel sick. En omdat hij een verdediger hoeft is natuurlijk alleen maar een cliché te halen. Ik bedoel, ik heb wel al uh, Ashley Cole nu. Maar als ik een keer wil leren. Uitstekende kaart om te hebben. En mijn tweede is. Oh, ook eentje. Cool. Uh, don't mind if I do. You know? Helemaal niet verkeerd. Gewoon twee, uh, twee van die fut fantasy kaarten erin. Ik bedoel, Merino is niet de beste kaart. Drie ster, drie ster. En um, and... het zijn wel goede all-round stats op zich. Outside the fut shot en flare. Als hij de... ik, ik denk niet dat hij de plus drie krijgt. Zeg maar de, de goal of assist. Ik weet niet wat dat een ding is voor hem. Maar het is voor objectives misschien wel. Het is eigenlijk vooral folder. Maar... Hij, heeft, hij, heeft, hij heeft objective potentie. <Geluk> Dat is de beste manier om die kaart te omschrijven. Objective potentie. Uh, dan nog vijf packs die eigenlijk uh, vooral rivals zijn als het goed is, wat in principe ook waar is. Uh, het is gewoon het small goal player pack. Die kreeg je nog voor de tweede SPC van Matt voor het inleveren natuurlijk. Uh, daar krijg je ook niks uit. Moet je ook niet verwachten. Is helemaal oké. Okay. Uh, gaat gewoon naar die transferlijst en de rest. Ik weet niet of ik er wat mee ga doen. De helft van de dingen die naar mijn transferlijst gaan verkopen, ik uiteindelijk nooit in Quick ik gewoon. Maar het gaat een beetje om het idee. Als we er nog een kunnen pakken. Zou heel aangenaam zijn. Uh, gebeurt echter niet voorlopig. Uh, gewoon Ibrahimovic, wat gewoon een 84 is. Uh, Man of the Match, Guay. <laughs> dit, soort, dit soort informs, ouwe. Ze moeten echt iets bedenken voor informs. Iets beters voor informs, laten we het zo zeggen. Want dat soort kaarten dienen gewoon geen nut. Behalve voor de enkele Costa Ricaan die nu opeens seals Gelukkig is. Oké, okay, 100k pack. Please gewoon een lage walkout of zo. Nee, gewoon borden. Gewoon waarschijnlijk Icardi. Icardi of Ocampos. Uh, ja, bingo, ook En een van de meest informed CM's in de wereld op dit moment. Dus dat scheelt ook allemaal, want ik, ik ga het niet eens checken. Like, ik weet dat ik zo'n tradable heb en ik, ik grind niet de 81 plus player pick. Met de simpele reden vooral dat... Ik, heb, ik deed er twee om even te checken van, joh, is het wat? En ook wat ik bij anderen heb gezien, het lijkt niet helemaal super. En ook als je kijkt wat er nog is, ma malen voor hetzelfde geld. Uh, XP vers gaan deze kaart natuurlijk doen, dat is allemaal leuk en aardig, maar... Simpelweg niet voor mij. Nou, hetgeen wat we wel nog kunnen verwachten is, omdat het natuurlijk deze week loopt die promo af. Team uh, 10 gaan we uiteraard nog niet krijgen. Er is nog niet echt iets geleakt over wat er mogelijk komt. Wat dus insinueert dat er waarschijnlijk geen grote promo komt. Wat dus denkt van oké, okay, misschien wensen, willen ze de tijd vervullen met zoiets als die zilveren soort. Dat gaan we natuurlijk niet nog een keer krijgen, maar. Hopelijk dat ze weer gewoon zo'n goede fillerweek hebben. Want aan de ene kant zullen mensen zoiets hebben, begrijpelijk. Van uh, waarom geen voller, want een dode week qua content. Maar het ding is dat dat hoeft niet zo te zijn, natuurlijk. Want de content van gisteren was simpelweg alleen deze Premier League derde bal SPC. Wat eerlijk, is eerlijk. Ik bedoel, het, het kost je niks. Maar een bal SPC, you know, like, ik, ik ga je niet tegenhouden, natuurlijk. Ik ga je niet vertellen dat je hem wel of niet moet doen. Maar het is niet helemaal mijn pakje aan, zeg maar. Maar kijk, het... Ja, dat, dat is dus een dagje dat je zegt, oh, dan geen content. En dat is op zich niet erg, maar als ze zo'n week vanaf vrijdag dan, tenzij ze opeens nog met een GPS loading screen komen op het laatste moment, dat zou wel gewoon heel wat zijn. Want kijk, Fort Fantasy, dat is niet goed en niet slecht. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zijn, maar als je kijkt naar sommige van de kaarten die, die erin gekomen zijn nu, dan zou je toch wel denken van, oh, weet je, het is niet, niet onaardig of zo. Maar er zijn ook genoeg qua SPC's dat mensen zo, en terecht zoiets hebben gehad van, wat is dit het nou? Weet je wel, dus we zetten Madweken hier trouwens gewoon bij. Maar ook over die promo's. Als ik bijvoorbeeld te kijken, zo'n Kali Het is een van de beste SPC's uiteindelijk dit jaar. Madweken is een cheap ass SPC geweest met enorme upgrade potentie. En uh, ik weet niet of ik er nog meer in mijn club heb. Dat is een beetje tricky. Heb ik er nog meer? Ja, Eriksen die we. Nou ja, als je Eriksen in je club had, of in je Quicksilver Recovery, kreeg je Erikse gratis. Ik geloof dat hij uiteindelijk gewoon in Team 2 had moeten zitten. Sommige mensen zeggen SPC, sommige dit en dat. Het is wat het is. Moses Simon, super easy objective uiteindelijk. Hoog normaal werktempo. Uh, gewoon mokersnelle super sub. Krijgt waarschijnlijk wel de plus 2. Of wie ook de plus 3 krijgt, tijd zal het leren. Uh, Ghost is en packed Ja, twee keepers gepakt Nee, ja, dat is weer niet helemaal. Weet je wel. Maar kijk, overal. De kaarten zijn op zich, de kaarten zijn goed. Wat eigenlijk elke promo wel zo is. De kaarten zelf zijn goed. Het enige nadeel is dat sommige kaarten gewoon onorigineel zijn. Want als je wat kijkt, zo'n Merino's normale kaart is gewoon dood. Ja. You know, Zie je, die zie je nooit gebruikt worden. Kali zelfde geval. Alexandro, tegenwoordig ook. Maar Dwayne natuurlijk ook. Lager rated gold. Maar als je dan ziet wat ze kunnen doen met die upgrades. Dan is het enige wat je kunt hopen. Dat ze tijdens de volgende promo. Of tijdens team of season. Het is maar net wat komt. Eh, sowieso nog niet team of season nu Maar je snapt, denk ik wel wat ik bedoel. Van de, gewoon de eerstvolgende promo. Wat dan ook. Want we hebben nog niks aangekondigd gekregen. Dus misschien team of season. Dat ze gewoon. In ieder geval voor objectives. Gewoon spelers pakken die. In ieder geval nog niet per se goed zijn. En ze gewoon echt inderdaad een relevante boost geeft. Maar weken met die plus 3. Ja kijk. Het is dat hij niet in de. Nou ik kan in de basis. Als ik uh, Kali Juri er een weekje uit haal. Wat op zich natuurlijk wel een optie is. Uh, dan, dan is deze kaart super bruikbaar. Het enige wat ik op dit moment nog beter wil aan de kaart. Is zijn positioning. Uh, en zijn long passing. Dat soort dingen. Of reactions en Composure natuurlijk ook. Maar goed. Composure kan je niet upgraden met een chemistry stijl. Tegenwoordig meer. En Reactions. Komt nog wel. Dus. Het is prima. En ik ben heel erg tevreden dat ik bijvoorbeeld zo'n kaartspelletje met team kan hebben. Maar aan de andere kant is het ook zoiets van. Ik snap wel dat mensen zeggen dat dit een matige promo was. Omdat kaarten zo goed als ze zijn, onorigineel zijn. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Laat mij dus zeker weten of jullie. Of dat het oké okay zou zijn als ik tegenwoordig nog zo'n Mark rucco video's zou doen. Ik heb geen idee. Het voelt als gewoon. Alsof dat. Het zou heel goed kunnen gaan. Echt prima geaccepteerd worden. Maar het is ook zoiets van. Kan een beetje een dun, een dun touw zijn om op te lopen, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus. Dat, dat laat ik aan jullie. Ik denk dat ik nu nog even weekelijk kwalificaties... Ik weet niet eens of ik weekelijk kwalificaties ga doen voor deze week. Ik laat het een beetje in de lucht hangen. Want ik heb niet per se heel veel tijd dit weekend. Dus je hoeft natuurlijk... Dat is het voordeel. Dat zei ik ook al vaker. Je hoeft niet altijd weekelijk te doen tegenwoordig. Want je mist niet gek veel in de week. Maar ik dank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Joe joe.